op een huis. Wat doen jullie hier? Waarom gaan jullie gewoon lekker naar huis? We wonen hier, we hebben geen huis. Het is hier zo koud. We komen uit het oorlogsgebied, dus we kunnen niet naar huis. Maar hier in Nederland krijgen we ook geen huis. Zielig. Het is echt zielig. Wij hebben nog wel wat. Wij kunnen wel een keertje zonder. De kinderen geven al hun eten en drinken aan de mensen op straat. Ze zijn erg blij dat ze eindelijk wat eten en drinken hebben. Ah, oh, eindelijk eten. We komen terug en gaan wat voor jullie regelen. Dank u wel. Wil er iemand brood? Nee. Oké. Hey, wat doen jullie nu? Een boterham gooien? Maar dat is toch... Zonde. Er was net een gezin dat helemaal geen brood had. Ja, en die zouden hartstikke blij zijn met dat weggegooide brood. Maar excuus, dames. Bedankt. Goh, jongens. Getsy, wat is het hier toch vies. We hebben eigenlijk een nieuwe schoonmaakster nodig. Ja. En nu je het toch over hebt, we hebben ook een nieuwe conciërge nodig. Wel handig moeten zijn. Eigenlijk zouden we een advertentie moeten zetten voor schoonmaken of conciërge. Sorry dat ik stoor, maar ik hoor dat jullie iemand nodig hebben. Ik ken twee hele aardige mensen en ze willen heel graag een baan. We kunnen ze dan morgen op gesprek komen? Ik regel het. Om 8:30 zijn ze hier. Oké. Okay. Doei. Ik ben benieuwd. Nou, dit is onze school. Maar ik zou wel die kleren uitdoen. Die kapotte shirt. Het meisje neemt de papa en mama van het gezin van de straat mee voor het sollicitatiegesprek. En zet hem op en zorg dat jullie die baan krijgen. Ja, ja, gaat wel lukken. Oké, succes. Oké, dankjewel. De ouders doen net alsof ze niet aangenomen zijn en de kinderen wachten vol spanning af. Maar dan... Yes! De mensen die jullie net hebben aangenomen, die zijn heel arm en die wonen hier verderop in de bosjes. Wat? Dat wisten we helemaal niet. Kom, we gaan er achteraan. Ja. Waar gaan jullie naartoe? Ja, naar het huis daar in de bosjes. En wie zijn al die andere kinderen? Ja, dat zijn onze kinderen. Die wonen ook bij ons in de bosjes. Er is toevallig een lokaal licht hier in onze school. Daar zouden jullie tijdelijk kunnen intrekken, zodat jullie niet in de bosjes hoeven te wonen. Oh ja, heel graag. Ja, want het is in de bosjes heel erg koud. Kom maar mee, ik laat jullie hier zo koud. Papa. Ja, het is een meisje. Er is een gezin, we liepen langs en toen langs de bosjes en toen hoorden we stemmen en toen waren de mensen in de bosjes. In de bosjes? Waar dan? Nou, bij school en ze, we hebben geen huis. Oh. Daar ze, en daarom liggen ze slapen oh, ze daar. Joh. Dat is vreselijk. Ja, en ze komen uit een oorlogsgebied. Dat is nog erger. Pap, kan jij niet wat regelen? Want jij bent de burgemeester van Gouda. Tuurlijk, ik loop wel even wat moddertjes. Ik heb toch overal moddertjes voor. Ik loop mijn secretaris even en dan zeg ik... zoek eventjes het dichtbijzijnde huis bij jullie school op, ja? Ja, ja meisjes? Ja. Oké. Ja. Dan is dat ook weer geregeld. Nou, ik zal eventjes kijken wat ik kan doen en zo. Ja. Ze hebben misschien binnen een week hebben ze een huis, ja? Ja, fijn, pap. Dat is geweldig. Ja. Oh.
doe alles voor mijn meisjes. Zo heeft het gezin na een week een eigen huis.